Geen Formule 1 vandaag in Francorchamps, maar wel ideaal raceweer. Senna hield van dit circuit en de erg internationale racewereld blijkt na al die jaren ook nog altijd van Senna te houden. Natuurlijk, Senna is één van de grote. Zelfs nu nog, hè, na 30 jaar, is er niemand die zo tot de verbeelding spreekt als Senna. Als je hem ziet rijden op het circuit van Monaco, waar de camera in de auto is, en je ziet dat ding op 16.000, 18.000 toeren janken en door die straten en zo ver van de vangrail af. Kippenval, nu nog, kippenval. De drievoudige wereldkampioen won hier maar liefst 5 keer en kwam dan ook graag naar de Ardennen. Het was voor hem, net als voor heel veel andere mensen, het mooiste. Dit is echt een rijderscircuit waar de rijder het verschil maakt. Immer schade. Ja, er war einer der Größten. Und er war ja nicht nur weltweit ein Star wegen seiner Formel 1-Art, sondern war ja auch als Mensch, war er einfach großartig. Mit der Foundation, die es heute noch gibt. Und ich glaube, der hat auch ganz, 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 ganz viele Leute geprägt. Auf der Strecke und sogar daneben. Maar in zijn thuisland Brazilië, waar hij ook een staatsbegrafenis heeft gekregen, was Senna pas echt God. Voor zijn landgenoot Paulo is het dan ook een emotionele dag. Ik denk dat het mundo do automobilismo perdeu um gênio e os brasileiros perderam um membro da família. Tem isso aqui, ó. O que é isso? A tatuagem de Senna. A ver? Aqui. Mas é homenagem ao chefe.